Mika Rosheuvel, zojuist gewonnen van het Manchester EDS team 4-3. Hoe kijk jij terug op die wedstrijd? Wat is jouw analyse? De tegengoals die we tegenkregen zijn heel onnodig geweest. Ik vind dat hun gevaarlijk werden door onze fouten. We komen wel goed op 2-0 voorsprong, maar moet je het uitbreiden. Dan moet je hun zeker niet in de wedstrijd terug laten komen. Zijn dat leermomenten? Zijn dat slordigheden? Hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, beide. Als je die fouten volgende week maakt, dan is het denk ik gelijk klaar. Moeten we lering uittrekken. Dus we hebben geluk dat nu nog de voorbereiding is. Maar dat het beter moet, dat staat vast. Wat wel leuk was, vandaag in het Radverlegstadion gespeeld. Een mannetje of 10.000 op de tribunes. Dat is wel weer een lekker gevoel natuurlijk. En dan weet je dat het weer echt gaat beginnen. Ja, zeker. Het is voor mij de eerste keer hier. In het shirt van NAC, in dit stadion. En het is hartstikke mooi. En gelukkig hebben we de open dag met een overwinning afgesloten. Vandaag weer bijna een volle wedstrijd volgens mij zelfs gespeeld. Niet de eerste keer deze voorbereiding. Je bent fit volgens mij. Je maakt veel minuten, dat is lekker. Ja, zeker. Ik ben gewoon heel fit. En geen training uitgevallen. En alle wedstrijden die er 90 minuten werden gespeeld, heb ik gewoon helemaal uitgespeeld. Hoe kijk je dan naar komend seizoen? Waar hoop je op qua NAC zijn en misschien ook persoonlijk wel? Ja, gewoon hoog proberen te eindigen als het afgelopen seizoen. Dat is natuurlijk wel de doelstelling. En persoonlijk gewoon een betere cijfers qua rendement. Maar echt aantallen, daar ga ik nog geen uitspraak op doen. Komende week vol op AZ. Zeker weten.